begin januari werd ik door Reinder Hooman gebeld. Hij had contact gelegd met de bekende natuurfotograaf Jan Thijsma. Reinder wilde zijn lang gekoesterde wens om een ets over uilen te maken tot uitvoer brengen. Ze hadden van een roestplaats gehoord waar zich vele tientallen uilen ophielden. Van de gemaakte foto's en schetsen begint Reinder het etsproces. De zinken etsplaat wordt op maat geknipt. De etsgrond wordt aangebracht. Tekenen met de etspen volgt een bijting in salpeterzuur. Reinder voert dit proces vele malen achter elkaar uit om een diepere doortekening van zijn prent te bereiken. Na het etsen wordt de plaat met water afgespoeld, waarna de etsgrond wordt verwijderd. Wanneer de inkt de juiste viscositeit heeft, wordt deze op de etsplaat aangebracht. Waarna de hoogliggende delen schoongepoetst worden en de inkt alleen nog in de geëtste sporen achterblijft. Na de eerste druk blijkt waar nu verder getekend moet worden. En dan begint het proces van tekenen en etsen weer van vooraf aan. Met Reinder. Verrassing. Ik ben doorgegaan met die ets waar jij die prachtige film van gemaakt hebt. Omdat ik eigenlijk vond dat die wel een beetje geheimzinniger kon. En ik heb hem dus een aantal bewerkingen gegeven. En ik zou het eigenlijk wel leuk vinden als we dat stukje nog aan de film toe zouden kunnen voegen.